1987, 30 jaar geleden, begonnen we in Valkenswaard met het maken van televisie voor onze inwoners. Wekelijks waren onze mensen op pad om reportages te maken van alles wat in Valkenswaard gebeurt. De eerste jaren zonden we een jaarjournaal uit. De beelden werden het hele jaar gemaakt en verzameld en samengesmeed tot het journaal. Per 1 januari werd het door de EMA verzorgde openbare vervoer definitief aan de BBA overgedragen. Nou, waar gaat het om bij die kanosport? Er is een plan ontwikkeld met niet 9, maar 6 aanlegstijgers en 3 picknickplaatsen langs de route van de Dommel. Rustplaatsen dus om langs de Dommel eens een keer uit te stappen en te gaan picknicken of iets anders plezierigs te gaan doen in de zon. Op 18 april vermelden pers en andere media dat de Hofnar sigarenfabrieken uit Valkenswaard vrijwel zeker in zijn geheel zou worden overgeplaatst naar haar sigarenfabriek in Ierland. Deze mededeling was voor Valkenswaard een zware pil, daar toch jarenlang de Hofnar-fabriek werk verschafte aan honderden werknemers, zowel in als buiten Valkenswaard. In de jaren 90 die volgden, veranderde in rap tempo het beeld van het dorp. Oude gebouwen werden afgebroken, zoals het gemeentehuis, de Willem II, de Hofnar en ook de bioscoop. Het huis werd in 1996 afgebroken. Dat wil zeggen, het alleroudste gedeelte bleef staan. Kijkt u maar. Ook deze Hofnar, die ons hier nog vrolijk knipoogend aankijkt, moet het lachen vergaan zijn bij de aanblik die de NV Hofnar sigarenfabriek vertoonde. Het allang leegstaande fabriekscomplex tussen de Bakkerstraat en de Peperstraat is definitief gevallen. Het enige wat nog is overgebleven is het voormalige kantoorgedeelte waarin tegenwoordig de draaikolk is gevestigd aan de Bakkerstraat. De mannen van het slopersbedrijf begonnen, zei het met de nodige precisie en voorzichtigheid, aan het einde van de Hofnar. Het slopen hield niet alleen in het afbreken van daken en het neerhalen van muren, maar ook het met de nodige vakkennis scheiden van materialen. Nadat het hele dak van het gebouw was verwijderd, werd begonnen met het neerhalen van de muren. Hiervoor gebruikt men verschillende technieken, zoals een grote grijper en een kogel. Met hun hulp ging het gebouw redelijk snel tegen de vlakte. Voor oud-medewerkers en andere belangstellenden was het mogelijk een laatste keer de Willem II-fabrieken te bezoeken in 1998. Zoals u achter mij ziet is alles al leeg. We namen even een kijkje op die 20 april 1998. Gert,
je te roken? Is het een Willem II sigaartje? Een Willem II, ja, natuurlijk. Daar rook ik al 20, 30 jaar. En ik wil geen andere zeven. En hoe moet dat nu dan? Willem II blijft er doorgaan. Ja, ik heb geen 40 jaar die sigaar meer nodig. Toch nog wel een jaar of 10, hoop ik. Ja, ik ging tussen de weer naar huis. Wij woonden hier vlakbij, ja. De Beelmansrood, einde was weg over. Ja, dat was de eerste bouw. En toen zijn we er achter naar die bouw gegaan. En toen ben ik kinds naar de bouw gegaan. Ja, ik heb overal. Ja, ik heb ook overal. Maar u werd wel eens naar huis gestuurd? Ja, regelmatig. Hoe kan dat? Ja, dan een beetje. Een beetje stout. Dan ging de buiten gesloten. Als u een minuut laat was? Ja, dan was de deur op slot en dan moest hij naar huis en dan kreeg hij dat uur niet uitbetaald. Moest hij na een uur weer terugkomen? En dan nog een uur terugkomen. Dan was die deur weer open? Dan was ze weer open. En je stond er En dat ze zich gauw dichtschoven, weet je niet? Ja, ja. En niet even zo, oh, vooruit, kom maar, nee. En kent u dit nog? De met zoveel toeters en bellen geïntroduceerde automatische fietsenstalling Figaro. Deze was geen lang leven beschoren en verdween alweer snel uit beeld. Na afbraak volgde natuurlijk ook op deze plaatsen weer nieuwbouw. Het hoogste punt van de Nieuwe Hofnar werd bereikt in 1999. En ook daar waren wij van VOS TV weer bij. Vorig jaar op vrijdag de 21ste november vond de officiële start van de bouw van de Hofnar plaats. En vandaag schenken we aandacht aan het hoogste punt. En uiteindelijk volgde de officiële opening van de Hofnar en het nieuwe gemeentehuis, waarbij inwoners een kijkje konden nemen. Bedenkt u dat uit de as de phoenix herrezen is, en het is dan uit de as is dan niet de phoenix, maar de valk van Valkenswaard is herrezen. Dank u wel. We zijn op de afdeling Burgerzaken, wat wij vroeger bevolking noemden. En we praten heel even kort met mevrouw Schenning, hoofd van deze afdeling. Het is een prachtig gebouw, dat hebben we gezien. Ik neem aan dat u tevreden bent. Wij zijn zeker tevreden, we werken hier met plezier. Ja. Voelt u zich in uw nieuwe huis? Nou, heel goed. We hebben gisteren de opening gehad, de officiële opening. En vandaag en morgen de open dagen voor de bevolking. En ik ben heel blij dat het druk is en dat eigenlijk de commentaren die wij krijgen op deze nieuwbouw, dat die dezelfde zijn als de gevoelens die we zelf ook al hadden. Thank you.
We waren natuurlijk bij de dodenherdenking op het Militair Kerkhof aan de Luikerweg. Maar legden ook 50 jaar bevrijding vast op de markt in Valkenswaard. Deze dag, 50 jaar na de oorlog, nu een ander gevoel, een specialer gevoel dan al die andere keren? Eigenlijk niet, want iedere keer wanneer wij die bevrijding vieren, komt weer hetzelfde gevoel boven. Ook 20 jaar later was de VOS er weer bij om verslag te doen van het 70-jarig bevrijdingsfeest. Het is 13 september 2014 en Valkenswaard maakt zich op om 5 dagen lang feest te vieren. In de aanloop naar 17 september, hier heeft het net, is de stichting Valkenswaard Viert opgezet die dit jaar lokale activiteiten rondom de bevrijding stimuleert. Ik krijg een biertje aangeboden, een echt Engels biertje, dus dat moet ik even proberen. I'll drink out of the bottle. Thank you. Hey, proost jongens. Hè? Nice. Oh yeah. You like a bottle? No, thank you. Heel hartelijk welkom op de markt in Valkenswaard. Vandaag, 17 september 2014, is het 70 jaar geleden dat Valkenswaard als eerste Nederlandse gemeente werd bevrijd. In 2014 werd in Aperitivos dit ook belicht door mensen die de oorlog van dichtbij hebben meegemaakt. Ja, u heeft ook een bijzonder verhaal, hè? Ja. Want als 12-jarig meisje heeft u hier in Valkenswaard tijdens de oorlog, ja, een heel bijzonder persoon ontmoet. Ja. En de man... Wie was dat? Dat was George Margaret, Sergeant Margaret. Ja. Ik ging vaak daar naar dat kamp. Er was een kamp gemaakt waar de heer Monis een houtzagerij had. En dan gingen wij langs die tentjes, want dan kregen we chocola. En ja, dat vonden we wel lekker. Elk jaar weer trekt het bloemencorso door de straten van Valkenswaard. Wij legden dit al die jaren vast. Van voorbereiding tot dahlia-parade. Bloem, bloem van de natie. We zijn de bloem, bloem van het land. We zijn de bloem, wat een sensatie. We zijn de bloem, bloem van het land. 1325 punten is de winnaar geworden van het Corso 2016, het buurtschap Havenstraat! Oh! Ik kan maar één ding zeggen en dit is echt een heel ongelofelijk moment. We zijn de bloem, bloem van het land. Zijn beurs maakt daar heel billig. En een knaken in uw zak wordt een snoepend ruierbak. Het is een chick, ja die wil ik. Neem me mee naar carnaval, door jou ben ik geen trieste man. Je hebt mijn hele wereld opgetrokken. Ik wil onder de mensen zijn. Mee de neut en mee geurt en mee tijn en allebei. In de loop naar carnaval zonden we jarenlang het Strieberschats Liedjesfestival uit met elk jaar nieuwe Valkenswaardse carnavalskrakers. Dus ik wil onder de mensen zijn, mijn pilsken en ga een glas wijn. Wij gaan nu even de zaal in om de mening van het publiek te peilen. Nou, ik zou echt het liefst willen dat de Strieberschatjes zouden winnen. Het is waar ik het gisteren van mijn favoriete gisteren had. Als een dommel er niet was, met elkaar nog in plezier. Het is onze nergeste rivier. Ja,
carnaval is voor de VOS elke keer weer een hoogtepunt, omdat we dan live de carnavalsmis uitzenden. Si, pronto, sono Willem. Ik had toch gezegd dat je niet meer moest bellen. Hé? Wat? Ah, oh. Ah, hola, mia hija muy lindo. Mi bonito chiquita. Mi bonita niña. Máxima. Ah, mucho, mucho apresquí. Un gato. Lazarus. Maar ook waren we vaak bij andere carnavaleske gebeurtenissen. Zoals de brouwtrouw, de optocht en bezoeken aan en van Prins Carnaval. Beste strippers en stripperinnetjes, Raad van Elf, Prins, ik moet hem eerst een hand geven, want daar ben ik. Ik ben heel blij dat het carnaval zo mooi is geworden zoals wij het niet hadden voor kunnen stellen toen wij begonnen. Dankjewel Kees, dank ook commissie PPP voor weer rond een fantastisch resultaat. Ik ga er met veel genoegen kennis van nemen. Of een vlindertje, hè? Nee, een schnitzel met friet. Zwaard. Ik moet zeggen hallo strippers en stripperinnen, want vandaag is het de dag van de grote strippersschatsenoptocht. Eind jaren 90 vonden we het tijd om ook studioprogramma's te gaan maken. En zo ontstond het programma Deen en Dander met presentatrice Hanneke Deen. Goedenavond dames en heren. Goedenavond dames en heren. Goedenavond dames en heren. Vanavond hebben we voor u het programma Deen en Dander. Ik vind het heel fijn om u te mogen verwelkomen bij mijn eerste eigen programma. Deen is bekend, de ander. Deen is bekend, Dander vanavond. Deen, dat hoef ik niet te vertellen wie dat is. Dander is vanavond voor de allereerste keer Els de Wit. En elke week een nieuwe gast aan tafel. Ik heb vanavond een heel bijzondere gast. Dat is Frans Hoppenbrouwers. Ik denk bij veel mensen in Valkenswaard wel bekend. Hoe lang heb je erover geschreven, over dit boek? Want elke dag een gedicht. Ik bedoel, je zult niet elke dag evenveel inspiratie hebben, of wel? Nee, ik heb er 5 jaar echt hard aan gewerkt. Dan kwam ik tot ongeveer 2 sonnetten per week. Geboren en getogen in Dommelen en nog steeds in het Valkenswaardse, hè? Ja, ja, ja. En een man van heel veel hobby's. Hoeveel zijn het er, Jan? Misschien kan er iemand een glaasje water aanreiken. Mijn Sjaak is altijd lachen. En u zit hier nou bloedserieus tegen mij dingen te vertellen en denkt van, nou, laat ons eens lachen. Ja, dan moet ik ook af en toe lachen. Oh, dat weet u niet. Want er zal niet vaak meer voorkomen dat iemand 50 jaar lid is. Jawel, dat is toch wel, er zijn wel meerdere gilden. Ja, in het verleden jaar. Wel, maar ik bedoel eigenlijk meer naar de toekomst toe. Nog. Dames en heren, u hebt gekeken naar Gerry van den Broek. Zij doet de voetreflexzone. Die behandelt ze, ze is therapeute. U vindt haar in Valkenswaard, zoals u hebt gehoord. En ik kan u verzekeren, het is hartstikke lekker. En u hebt het gehoord, het is een hartstikke gezellige vereniging. Maar helaas voor u, als u niet in het buurtje woont, kunt u geen lid worden. Ik ga nou mijn ogen sluiten. Maar je mag wel altijd naar Vos WRTV blijven kijken. Elke maandagavond 7 uur. Want dan is het Vos Wedert TV tijd. Tot volgende week. Dag. Dag.
Ik wil een heel groot applaus voor VOS Weder TV, want ze hebben het, denk ik, fantastisch gedaan. Ook bij Pellemans werd opgenomen door de VOS. Bij Pellemans was een programma van een vaste groep mensen uit Valkenswaard met nieuwtjes, informatie en entertainment. Pellemans, bij Pellemans, een kleine etalage zonder camouflage. Pellemans, bij Pellemans, kijken en genieten, misschien van kleur verschieten. Pellemans. Hoogtepunt van het programma was toch elke keer weer het typetje van Jan Snelle. Dames en heren, mag ik uw welgemeende applaus voor de heer Vlijmans uit Ulestraten. Hier als verzamelaar geïnterviewd door Jacques van Gerwen. Natuurlijk, iedereen die is hier zeer benieuwd op welke ster u nu valt. Kunt u dat even vertellen? Heino. U zegt Heino. Waarom Heino? Ik ben altijd mijn leven lang al een fan geweest van Heino. Heino, Heino, ik hou van de liedjes van Heino. Hij zingt over het leven, de liefde en het land. En ik ken alle liedjes uit mijn hoofd bekend. Heino, Heino, ik ben gek op Heino. Ja, het moet nog niet helemaal... Dames en heren, toch fantastisch, hè? Ja, wat willen we nou nog meer? Fantastisch. Naast de studioprogramma's maakten we veelal programma's op locatie. Zo ontstonden mooie uitzendingen van De Passie, waarin we personen volgden met een bijzondere hobby. Sommige mensen gaan gewoon naar de fietsenmaker omdat ze hun band lek hebben gereden. En dat was ons overkomen, hè jongens? Dus wij gingen naar de fietsenmaker voor een nieuwe band. Maar andere mensen gaan naar de fietsenmaker voor hele andere dingen. Ik kwam daar tegen Karel Dollekes. En Karel komt bij de fietsenmaker voor fietsplaatjes. Die verzamelt hij namelijk en heeft een hele grote verzameling, vertelde hij mij. Fietsplaatjes? Ja, dat zal ik u vertellen. Ik ben altijd een beetje een fietsfanaat geweest. Ik heb vroeger altijd gefietst en op een gegeven moment... heb ik eens een blad wielerrevue gelezen en er was iemand en die had er een hobby van gemaakt van fietsplaatjes. Ja. En dat trok me er eigenlijk wel eens een beetje aan. We volgen vanavond chef Huibers die een grote passie heeft in duivenmelken. En hoe gaat dat nou als je op een verjaardagsfeest zit? Ga je dan wel over je duiven zitten melken of wordt een nieuwe prijs gesteld door de familie? Nou jawel, ze stellen het wel een prijs, want ze vragen meestal van hoe is het gegaan, heeft iets gespeeld. Maar het liefst heb ik als er een paar echte melkers bij zitten. In 2002 waren we inmiddels lekker verjongd. Veel jonge mensen vonden de weg naar de VOS. En zij kwamen met het idee voor een jong programma. V-Connect, gepresenteerd door Koen Vlemmings. Nou, je ziet het al. We zijn hier in de VOS-studio bezig met de eindmontage van V-Connect, aflevering 3. Ik ben hier bij de Merendreef en in deze ruimte hier achter mij worden nou herkansingen gehouden. Als je slechte punten had, zak je alsnog. En dan doe je nog een jaartje over en dan vind je niet erg. Eigenlijk vind ik dat wel heel erg, maar ja, als dat moet, dan moet hè. Hier bij Montana kun je heel het jaar door skiën. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Ik ga proberen te snowboarden, jawel. Als ik jou nou eens 20 euro zou geven. Dat zou lekker zijn, hè? Maar daar moet je wel iets voor doen. Oh, wat dan? Ja, dat zeg ik dadelijk wel. Maar het is heel leuk en het is heel smakelijk. Oh ja? Nou, doe natuurlijk al mee, hoor. 5, 4, 3, 2, 1, start! Anderhalve minuut zit erop. En Bart, hoe was het? Dat was echt... Je eet zeker nooit meer tompoes in je hele leven, of wel? Nou, niet veel in ieder geval.
Wat jaren later volgde, mag je zien. Een programma met onderwerpen op locatie geschoten, maar gepresenteerd vanuit de studio aan de Emmalaan. Goedenavond, Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft. U heeft er heel lang op moeten wachten, maar vanavond is het dan eindelijk zover. De allereerste uitzending van het gloednieuwe maandelijkse magazine mag je zien. Ik ga maar eens naar huis. Oh, mijn schort nog aan. Nou Koen, volgens mij heb je inderdaad heel lekker gekookt, lekker gegeten, maar ook heel lekker gedronken. Een goede koep is natuurlijk het halve werk. De kapper zal dit najaar de koep er wat nonchalant uit laten zien, maar dat wil niet zeggen dat het nonchalant geknipt wordt. Integendeel, er wordt veel aandacht besteed aan het goed knippen of snijden van het haar. Wie of wat moet er weg uit Valkenswaard? Oh, dat is moeilijk. Wie of wat? Nou, personen zou ik niet kunnen noemen, want voor mij zijn ze allemaal even lief. Ik wil niet zeggen dat het allemaal mijn vrienden zijn. Mm-hmm. Dat kan ook niet. En wat? Ja, er zijn zoveel dingen in Valkenswaard die weg moeten. We hebben heel veel dingen hebben weggedaan, maar alle nieuwe die ervoor in de plaats zijn gekomen, is verschrikkelijk geweest. En die heet Anna. En Anna, die moet 's morgens heel vroeg uit de bed. Om een uur of vijf. Ze heeft een wekker op een schaaltje staan. We kiezen daar iets uit waarvan wij vinden dat we niet mogen ontbreken. En deze maand was dat het Vogelverstrekkersfestival. Nou, het is wat te zien in onze haren, Hanneke. Ze staan nog steeds van overeind in ieder geval. Ja. Kijk, doe je even mee? Hoi Do, je hebt nou eventjes pauze. Ja. Ik wil graag eens weten wat jij van Valkenswaard vindt. Waar ben je precies opgegroeid? Ik kom zelf uit Eindhoven. Ik ben in Eindhoven geboren. Ik heb wel een tijdje in Valkenswaard gewoond. En ik vind Valkenswaard een ontzettend gezellig dorp. Vooral carnaval vind ik wel heel erg leuk hier. Allemaal kijken dus, want mag je zien, dat moet je zien. Dag. Hoi. Zo, daar was me weer wat door, behandelijke deze. Ja, het was gewoon. Zeg, schandaal. Ik had er nog een grotere lepel kunnen vatten. Nu waren mee. Ik vond het heel schoon dat een klein mannetje van vorige keer, die bekant niks zei, dat die zo met dat koken allemaal aan de drank die zat. Die hoefde en niks zo te zeggen, want die zat gewoon. En dan laat je ook alles kapot vallen, die mag daar nooit meer terugkomen. Dat is goed voor zo'n mannetje dat hij eens een keer zat wordt. Nee. Vanuit de kerk konden we live uitzenden. Daardoor konden we vele uitzendingen verzorgen. Zo maakten we opnames van jubilea en de kerstnachtmis. Tot op heden zenden we die elk jaar live uit. De genade, de vrede en de vreugde van dit kerstfeest zijn met u allen. Ook pastoor Willy Schaar was vaak bij ons in beeld. We vierden zijn priesterfeesten mee. Feesten moet je nooit aflasten. Feesten mag je even uitstellen, maar nooit zeggen we vieren niet meer. Ontvingen hem als raadslid bij Aperitivos. Hij heeft zich, om maar in Bijbelse termen te blijven, naar mijn idee een beetje in een slangenkuil geworpen. Maar daar gaan we het over hebben. Wij zeggen nog steeds pastoor, maar ja, dat hoeft eigenlijk niet moet meer, het meneer want ik zijn. Ik ben geen pastoor meer. Er is nee. Kan maar één pastoor zijn in een grote parochie. En die is er nu, mijn opvolger. Dus het is gewoon meneer Schaar. Ik ben geen pastoor met twee O's. En ook zijn uitvaart werd live door ons uitgezonden. Welkom, beste mensen, ook aan u die in de huiskamer, in onze huizen, met ons bent verbonden via de camera's van de Valkenswaardse Omroepstichting. In deze, zijn geliefde kerk, nemen we afscheid van emeritus pastoor Willy Schaar.
Ook op de toren van de Nicolaaskerk stond elk jaar een cameraman om de kinderen te filmen die snoep uit de kerktoren probeerden te vangen tijdens het vieren van onnozele kinderen. Hallo jongens, wat komen jullie hier allemaal doen? Snoepjes vangen. Het initiatief voor dit kinderfeest kwam van Jo de Nuurste. Hanneke sprak met hem op zijn verjaardag. En nu zijn we z'n zeventienen. En we leggen een klein geldbedrag bij elkaar. En dan gaan we snoep vergooien. En dan maken we de kinderen erg blij mee. En daar ben ik zeer trots op. En ik hoop dat dit niet bij 5 jaar blijft. Ook al zou ik het dan later niet meer zijn. Want ik doe het nog verschillende jaren hoor. Want ik ben niet kapot te krijgen, heb ik ooit gezegd. Weet je wel, met de carnaval. Ik ben gelukkig nog erg gezond. Dus we gaan er gewoon mee door. Vanavond dat de kinderen tevreden zijn. Ik vind het geweldig. Ik vond de drukte dit jaar meer dan ander jaar. Het groeit. Daar zijn we erg blij mee. Want zelfs mensen uit Eindhoven. Mijn achterhoofdje dat we meer snoep moeten gaan kopen volgend jaar. Dus misschien... Ah, maar dat kan wel leiden. Ja, dat kan leiden. Dat doen we gewoon. Burgemeesters hebben we ook zien komen en gaan. Zo was daar burgemeester Tops, die vaak bij ons in beeld was. In onze ogen alle reden om even stil te staan bij de bouw van het gemeentehuis en met name bij het bereiken van het hoogste punt. Toen hij veel te vroeg gestorven was, mochten we zijn uitvaart ook live uitzenden. Dit werd door veel inwoners zeer op prijs gesteld. Hij heeft bewezen dat je niet je hele leven in Valkenswaard gewoond hoeft te hebben om van dit dorp te houden. En die liefde ook met overtuiging te kunnen uitdragen. Hein hield van Valkenswaard en schreeuwde dat op de hem eigen ingetogen wijze van de daken. Na burgemeester Tops kwam Hans Haas. En zijn eerste kennismaking met de bevolking van Valkenswaard was op VOS TV in een gesprek met Hanneke. En we dachten dat het leuk was als u eens op een andere manier even kennis met hem maakt. Meneer Haas, mag ik vragen, wanneer hebt u uw sollicitatiebrief de deur uit gedaan? De datum weet ik niet meer precies, maar de procedure is toch redelijk snel verlopen. Het is zelfs zo dat al voor de kerstmis de aanbeveling naar de minister is uitgegaan. Maar omdat hij 3 weken met kerstreces was, heeft het toch allemaal wat langer geduurd dan voorzien was. En ik wil u graag namens Volksweer TV het bloemetje wat hier op tafel ligt meegeven voor mevrouw Haas als een klein welkomstgeschenkje. Dank u, vriend. Alsjeblieft. Hartelijk dank dat u er was. Ook onze huidige burgemeester Anton Ederveen verschijnt regelmatig voor de Vos-microfoon. Onze eigen burgemeester, de heer Anton Ederveen. Ja. Ja, meneer Ederveen, u bent in 2007 begonnen hier in Valkenswaard. Ja. 6 jaar geleden. Tijd vliegt. U gaat weer op voor de volgende 6 jaar. Dat is wel de bedoeling, ja. Dat is, de gemeenteraad heeft dat goed gevonden. Het ligt nu bij de minister. Mm-hmm. Maar wat gaat hij ervan vinden? Ik verwacht dat wel goed komt. Ja. En dan nog een handtekening van de majesteit waar wij op hopen. En dan de volgende 6 jaar. Voor de hoeveelste keer doet u dit? Dus voor de 4e keer. Ik mag 1 keer per jaar mag ik een beetje bijbeunen. Ja. U doet dat samen met uw vrouw, hè? Ja, we doen dat samen. We zijn al sinds we in Valkenswaard zijn samen ook heel erg betrokken bij het Corso. En de priknacht is natuurlijk een enorme opsteker en inspirator voor alle mensen die nu aan de gang zijn in de tenten. En daar leveren wij graag onze bijdrage aan. Als er iets te vieren valt in Valkenswaard, zijn we erbij. Zo ook bij de huldiging van onze Olympische kampioenen. In 1992 was dat springruiter Jan Tops. Maar kan niet zo enthousiast zijn dan hier in onze eigen gemeenschap, in ons eigen dorp, Valkenswaard. Proficiat Jan. En in 2008 werden nog Liedewij Welten en Rob van de Wildenberg gehuldigd voor hun deelname aan de Olympische Spelen. We willen de dank en de enorme trots die wij als gemeente en ik denk met ons heel veel inwoners hebben op jullie ook onderstrepen door jullie de gemeentelijke sportpenning te overhandigen. Proficiat en echt fantastisch wat jullie hebben gedaan. Maar ook bij andere sporten was de VOS aanwezig en spraken we met de deelnemers. En Joost die zwemt niet zomaar, maar die zwemt wedstrijd, hè Joost? Ja, ik zwem wedstrijden. Hoe gaat dat? Dit gaat heel leuk. Wij zwemmen verschillende slagen op een wedstrijden.
voor de Special Olympics. Op 5 april getuigen van het feit dat de voetbalvereniging De Valk kampioen is. En dat wilden ze weten in Valkenswaard, dat wilden ze weten op het Valkennest, dat wilden ze weten deze kampioensploeg. Ook bij het 100-jarig bestaan van De Valk en het 75-jarig bestaan van SV Valkenswaard waren we aanwezig. Op en verleent uw assistentie bij de jeugdkampen. Evenals bij het 40-jarig bestaan van de Watervrienden. Op cultureel gebied is er altijd van alles te doen in Valkenswaard. En daar waren de camera's van de VOS weer. Ik hoop eigenlijk af en toe ook wel. Zo hebben we door de jaren heen veel filmbeelden verzameld. Wat heel speciaal was, de 100ste verjaardag van de heer De Zeeuw. Ook bij het eerste homohuwelijk in de gemeente Valkenswaard was de camera erbij. Ja, ik wil. Wat is daar op uw antwoord? Ja, ik wil. Kom op. Jacques en Ron, van harte. Met jullie huwelijk noemen we het toch maar, want zo voelen jullie het ook, hè? Zo is het. Zo voel ik me en zo is het ook. Ron, de gelukkigste dag van je leven? Nog steeds. Ja, ik heb hem nog niet meegemaakt, dus ik ben heel blij dat we het nu kunnen. En het is nog tot nu toe hartstikke geweldig. Help dan toch! We legden in 1995 een grootscheepse rampenoefening van het Rode Kruis vast. Hi, jongens. Hi. Hebben jullie hem vast? Ja. Stil op. Ja, we staan in de Hofnar op deze zaterdagmiddag met de Vos, met de tv-ploeg van de Vos. En wij zijn te gast bij de seniorenmarkt. We waren diverse keren bij de seniorenmarkt. En vervolgens hebben we hier een stopproef, waarvan één balletje eraf valt en de andere moet blijven liggen. En dat was het einde van de proef. Een enkele keer filmden we onszelf. Zoals bijvoorbeeld bij de ingebruikname van VOS Text TV in onze studio aan de Emmalaan. De eerste plaatjes verschijnen en daaraan is zichtbaar dat de Text TV deze teletekst met enkele simpele drukken op de knop. Dat hij vandaag de nieuwe krant op de kabel wil zetten en hem uitnodigen het woord van mij over te nemen. Om daarna het programma te starten en Valkenswaard die kabelkrant te geven waar zij recht op heeft. En het werk hier, wat zo belangrijk is voor de gemeenschap, toch ook met name, draait om vrijwilligers. Veertig jaar de Krijnbeek vierden we met u allen mee op tv. Een nieuw initiatief dat ontstond was de Samenloop voor Hoop. 3, 2, 1. Ja, iedereen is aan je boodschap opgezet. En het zijn een zonneslicht dat vol verwachting is. De handelsprocessie vertrekt traditiegetrouw vanaf de markt in Valkenswaard. Hier verzamelen in alle vroegte de mensen zich en de huifkarren met de paarden. En om 6 uur precies, onder het klokgelui, vertrekt de handelse processie. De jaarlijkse bedevaart naar handel mag zeker niet ontbreken in dit overzicht.
Elk jaar weer zijn we erbij en maken 2 dagen lang een reportage van deze voettocht. Waarom loopt Harry de bedevaartprocessie naar Handel? Omdat mijn dochters ook meegaan. En daar loop ik altijd tussenin. Een bijzondere reportage maakten we in opdracht van het ZLTO in 2010. Wekenlang werd er door onze mensen gefilmd en gemonteerd. Agrariërs in de Kempen Zuidoost willen ondernemen in de groene ruimte. Ook onze schooljeugd kwam veelvuldig in beeld. De jaarlijkse Jopo-dag, waar jongeren kennis kunnen maken met politiek. Als tweede agendapunt is nu aan de orde de presentatie van de projectvoorstellen. Heel veel jongeren die weten nog niet goed wat er allemaal is. Die komen misschien van een basisschoolmuziekgroepje of van een basisschooldans. Of misschien anderen die hebben helemaal niks. En die proberen wij zo te begeleiden richting een muziek- of dansgroep, zodat die een groep kunnen vinden. En natuurlijk willen we u mee laten kijken naar de galatour van het Weredie en hun songfestival. I've got the music, pretty music. I've got the music. Maar ook in 1995 al werd een bijzonder document gemaakt door onze senior en oud-voorzitter Jan Laurijsen. Hij maakte de film Borkel en Schaft, levend monument waarin hij ons leidt door de geschiedenis van Borkel en Schaft aan de hand van prachtige beelden. Het dorp Borkel had rond 1400 een eigen kapel. Te midden van barre heide en moerassen werd deze, gewijd aan de heilige Antonius Abt, gesticht. Een van de grotere producties was in 1994 het vastleggen van het feest vanwege het 250-jarig bestaan van de Dommelse bierbrouwerij. Al in 1744 vestigt Willem Snieders zich als landbouwer en bierbrouwer in het toen nog maar 300 inwoners tellende Dommelen. Een week lang struinde cameraman en presentatrice rond op het feest. En dan worden ze eventueel daar weer uitgestoten. En dan gaan we weer richting... Recht en krabben. Dit leverde veel plezier en erg leuke beelden op. U hebt een hele rondleiding gedaan? Nee, want ik heb van de moeten werken van de mooie. Oh, jullie hebben allemaal gewerkt. Ja. Ik sta hier tussen de medewerkers van de brouwerij. Ah, dat had ik even niet door. Ik heb jullie inderdaad, nou goed rondkijk, heb ik al die gezichten inderdaad wel ergens gezien, ja. Vanuit het cultuurcentrum De Hofnar kijkt u naar alweer een nieuwe aflevering van de talkshow van Valkenswaard, Aperitivos. In 2011 brachten we de eerste aflevering van onze talkshow Aperitivos op de buis. Ik ga naar de tafel mijn medepresentator van deze keer aankondigen, Jacques van Gerven. Hoi Jacques. Hoi, dag Koen. Hallo. Hi. Je bent eigenlijk heel Nederland bekend geworden door je deelname aan het programma Everybody Dance Now, hè, met je paaldansact. Wanneer kwam jij nou op het idee van, nou, dat is nou de hobby die ik eigenlijk, dat ik eigenlijk heel graag wil gaan doen? Eigenlijk in de paparazzi hier in Valkenswaard. Ik was op stap met een vriendinnetje. Een leuke show met presentator Koen en verschillende sidekicks. En steeds weer interessante gasten en optredens. Dames en heren, een hartelijk applaus voor William Dame, oftewel Prins Willem I van Strieverschat. Dit programma heeft 30 afleveringen gelopen en heeft de Vos in Valkenswaard, maar ook in de regio weer op de kaart gezet.
In 2013 werd het programma genomineerd voor een lokale Omroep Award. Hartelijk dank voor het kijken. Nogmaals hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van Bar 5. Ook een welkom aan Hanneke. Het huidige programma Bar 5 beleeft zijn tweede seizoen. Een praatprogramma aan de bar met feiten, weetjes, de agenda en leuke gasten. Heb je wel eens echt goede snecht gegeten dan? Ja, ik alleen de geur al en dan is het er ook... Nee, het is niet aan mij besteed. Bomen en wellicht ook planten. Dus Valkenswaard wordt steeds groener. Het programma is maandelijks te zien en is sneller van opzet met meer nieuws. Vormen en Lex van Zon, het Groot Strieperschats Liedjesfestival. Maar eerst gaan we het over iets anders hebben, Dick. Want we zitten er middenin, het aspergeseizoen. Dat klopt. Ja. Staan ze op de kaart bij de Vreeswijkhoeven? Ja, ja, we zijn dit jaar heel vroeg begonnen. Hè? Want eigenlijk was het weer, wat je met kwallenballen zag, heel mooi. Ja, dat was heel mooi weer. Enorme impulsen in de groei van de asperge gegeven. Ja. Elke aflevering wordt afgesloten met een mooi gedicht van Frans Hoppenbrouwers op muziek. Door de Valkenswaardse zangers en zangeressen. Ze zeiden ons dat we niet moesten zeuren. Toen al dat groen in rap tempo verdween. We moesten het maar braaf laten gebeuren. Hielp de grote welvaart op de been. Vanwege de grote vraag van kijkers en politiek is het belangrijke speerpunt voor de toekomst meer actueel nieuws op televisie en internet. Zo zijn we sinds de zomer van 2017 actief geworden in het maken van korte nieuwsitems. Hoe verloopt het tot nog toe? Ja, het loopt uitstekend. Het weer zit ons mee, de mensen zijn er en de sfeer is heel goed, dus we boffen. Ja. We staan hier op het plein, op de markt in Valkenswaard in afwachting van Danielle van der Donk. Heb je beelden gezien van de kantine van SV Valkenswaard toen jullie aan het voetballen waren? Ja, die heb ik op vakantie even bekeken en dat vond ik echt helemaal geweldig. We belichten nieuws en evenementen uit Valkenswaard. We zijn hier op de kermis in Valkenswaard. We hebben natuurlijk geluk met het hele mooie weer. Deze korte filmpjes zenden we direct uit via onze website, YouTube-kanaal en Facebook-pagina. Vrijwel direct zijn ze ook op tv te zien. De eendjes werden te water gelaten en het eendje dat als eerste de finish bereikt, is de winnaar. Zo was het de afgelopen 30 jaar bij de VOS in Valkenswaard. Steeds waren wij erbij met onze camera. En als het aan ons ligt, zal dat de komende jaren nog zo blijven. Let dus op! Wij zijn altijd in de buurt en op de buis.